Waarom zijn politici niet van de beeldbuis af te slaan? Laten we eerst eens teruggaan naar de jaren 50, toen politici voor het eerst op televisie verschenen. Dat ging er heel gezapig aan toe. Journalisten hadden nog heel veel eerbied voor politici, helemaal geen lastige vragen, vooral veel excellentie. En je had al snel ook de zendtijd voor politieke partijen. Dat was en is. Oer saaie televisie, waar toen al helemaal niemand naar keek. Dus partijen moesten op zoek naar een nieuwe manier om televisie goed te gebruiken. En ze dachten: weet je wat we gaan doen? We organiseren debatten, want dat belooft wel wat spektakel op te leveren. Nou, die eerste debatten, 1963 was het eerste debat, was helemaal geen spektakel. Dat zijn grijze heren die vooral met elkaar bezig zijn, die niet naar de camera kijken. Die allerlei papperassen meenemen en de ene sigaret naar de andere opsteken, zodat de kijker thuis eigenlijk niets van dat debat te zien krijgt. Dus dat werkte niet echt. Ze hadden al snel door dat voor een goed gebruik van de televisie je een politicus nodig hebt met mediaskills. En die traden dan ook naar voren. In de jaren 70 groeiden dankzij de televisie mannen als Joop den Uil, Dries van Acht en Hans Wiegel uit tot echte sterren. Sterren die zichzelf ook in de roddelbladen terugzagen, naast de sterren uit de showbizwereld. En vooral Wiegel, die was erg verliefd op de camera. En hier ziet u hem in een filmpje met een voor die tijd best wel geestige opmerking. Sinterklaas bestaat, daar zit hij achter de tafel. Dankzij die televisiedebatten groeiden de verkiezingen uit tot een wedstrijd. Als je die verslagen ervan leest in de kranten, nou die hadden net zo goed op de sportpagina kunnen staan. Journalisten schreven er vooral over alsof het een bokswedstrijd was. Met politici die de ring betraden om elkaar stoten boven en onder de gordel uit te delen. En je kon dan zo'n debat op punten winnen. Maar als je die wedstrijden terugkijkt, dan waren ze nog steeds erg saai. En dat kwam omdat de partijen van tevoren bepaalden over welke onderwerpen ze gingen debatteren. En tot in de jaren tachtig wezen ze zelfs de journalist aan die dan dat debat mocht leiden. Dus dat was geen vuurwerk. En dat veranderde eigenlijk pas eind jaren tachtig met de opkomst van commerciële televisie. En toen werden de vragen kritischer, de journalisten werden kritischer en de formats werden wat creatiever. Met als uh, hoogtepunt of dieptepunt, het is maar hoe je ernaar kijkt, het debat in de pauze van de SoundMix-show, Henny Huisman, 2002, toen het uh, publiek uh, zelfs werd uitgerust met stemkastjes om te bepalen welke politicus het het beste had gedaan. Pim Fortuyn, die meedeed, vond dit te ver gaan. Nou Zo bond uh, maken de omroepen het uh, tegenwoordig uh, niet meer. Maar elke omroep zendt wel zo'n beetje zo'n debat uit. Dus ze bepalen wel heel erg het verhaal over de campagne. Die zendtijd is er nog steeds, daar kijkt nog steeds niemand naar. Maar zo'n debat, dat kan de campagne doen kantelen. Als je het goed doet in een debat, ja, dan stijg je in de peilingen. En doe je het slecht, dan zak je weg. Kijk maar naar 2012. Emiel Roemer schutterde in het debat. Samson schitterde. En die verkiezingen groeiden uit tot een tweestrijd tussen Samson en Rutte.